last van, behalve dat het groot is, dat de rest ook gaat knipperen. Ik ben erachter gekomen waar welk draad voor wat allemaal is. Ik heb het hier ook even op het bord geschreven. Oh nee. Och jee. En hoe de fuck ga ik dit nou weer doen? Zo, een hele goede dag dames en heren. Super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike en ik ben echt al de hele ochtend bezig aan de scooter om het Elektra te fixen. Zowel als deze scooter, als die scooter daar, liggen de stuurkappen open omdat ik even moest kijken naar de cockpitdraden, hoe het nou allemaal zat. Mijn broertje heeft natuurlijk een viertakt, dus die heeft in principe exact dezelfde kabelboom. En hij had ook letterlijk dezelfde draden als die ik heb lopen. Het rare vind ik alleen, zodra ik het contact omdraai, krijg ik nergens van deze draden komt er stroom op te staan. Nou had ik dus de vorige keer het geel-groene draad gebruikt om stroom af te pakken, maar dat werkte niet helemaal, omdat zodra ik gas gaf, ging de Cosso temperatuurmeter opnieuw opstarten. Ik ben erachter gekomen waar welk draad voor wat allemaal is. Ik heb het hier ook even op het bord geschreven. Als je een viertakt kabelboom hebt, heb je totaal 6 draden. Je hebt een roze draad, wit-blauwe, een paarse, zwart-gele, zwart en geel-groene. De roze is voor je linker knipperlicht, de wit-blauwe is voor je rechter knipperlicht, de paarse is voor je grootlicht. De zwart-gele is voor alle verlichting, denk ik. Ik weet het niet. Op een of andere manier komt hier alsnog geen stroom op te staan. Dan hebben we de zwarte voor de massa en de geel-groene voor de benzine-level, oftewel de benzine-meter. Je hebt 2 stekkers, 4-polig, 6-polig. In de eerste stekker moet het zwart-gele en het zwarte naast elkaar, dat zijn oftewel de plus en de min. En helemaal rechts moeten groen-gele. En dat is eigenlijk de draad die we gebruikten voor de plus. Alleen dit is natuurlijk voor je benzine-level. Dit krijgt geen gelijke stroom en daarom ging die ook opnieuw opstarten. Dan heb je het rechterstukje. En daar zit bij de rechterkabel zitten we hier al maar 3 draden in. De paarse voor je grootlicht, omdat er natuurlijk ook een sensor op je cockpit zit. Een lampje voor grootlicht. En dan heb je je linker en je rechter knipperlicht. En dat is ook natuurlijk op je cockpit het knipperlicht meldingje die dan aangaat. Dus in principe hebben we deze kabels. Dus nu weten jullie ook gelijk waar wat allemaal voor is. Het is echt super handig om te weten. Vooral als je een kabelboom hebt waar al mee geknipt is. Maar goed, het probleem was dat ik natuurlijk geen rechte stekker had. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alle kabels heb ik hier eruit gehaald. En die heb ik gewoon zonder stekker erop vastgezet. Natuurlijk is dat niet helemaal goed. Maar het is even tijdelijk om te kijken of het allemaal werkt. Zodra we een stekker hebben, gaan er gewoon een stekker omheen. Ik zal het jullie eventjes laten zien. Nou, ik heb voor het plus heb ik nou een witte kabel gebruikt. Deze die loopt hierin over in de kabelboom. En die gaat over naar dit draadje. Dit draadje, dat zit hier ook gewoon met een pinnetje bij de toeter gestoken. Waarom? Omdat de toeter, die staat op de accu aangesloten. En zodra je het contact omdraait, komt die stroom op te staan. Dus dat is een perfect puntje. Daar hebben we nu het stroom van afgepakt. Dan daarnaast de min en dan hier ook de geel-groene draad helemaal als rechter, zoals je daar ziet. En dat is voor het benzinemetertje. Dan gaan we hiernaast. Omdat ik geen stekker heb, heb ik ze er nou zo ingestoken. De 2 kabels die naast elkaar zitten, voor de linker en rechter knipperlicht, daar heb ik 1 van de 2 een krimpkousje omheen gedaan, zodat het geen contact kan maken met de andere. En dan zit er nog 1 kabel helemaal aan de linkerkant, daartussen voor het grootlicht. Nou, en zoals je kan zien, heb ik hier ook een stekker zitten. En die stekker is niet origineel. Deze is volgens mij van een Gilera Runner. Hij past ook gewoon in die van de zip. Daarvoor moet je ook even dat stekkertje hebben. Maar wat het dus doet, is eigenlijk, het is gewoon een schakelaar. En het zorgt gewoon dat het ene draad, zodra die geschakeld is, doorgaat naar het andere draad. Dus als er hier stroom op staat vanaf de accu, en je hebt die andere bijvoorbeeld op leds of andere lampjes aangesloten, kan je dat gewoon hiermee aan- en uitzetten. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel tof. Die heb ik gewoon alvast neergezet. Tot nu toe komen de kabels nog nergens uit. Ze hangen hier gewoon. Maar die gaan wel straks op de witte kabel van het contact. Of
op een kabel die ik naar de accu ga trekken, zodat ook zonder contact je lampjes aan en uit kan zetten. WB Tuning heeft dit ook in zijn video gedaan, ook in zijn video uitgelegd. Volgens mij toen die temperatuurmeter geïnstalleerd, de kostentemperatuurmeter geïnstalleerd, ik weet het niet zeker. Maar hij had het ook op zo'n manier gedaan, dus vandaar dat ik het ook nu zo heb gedaan. Nou, ik kwam er dus achter dat het zwart-gele draad inderdaad het stroom geeft dat naar je cockpit gaat. Alleen er komt pas stroom op het moment dat je scooter start. Ik zal even laten zien dat als die nu start, wat er gebeurt met de verlichting. Zoals jullie kunnen zien, alles begint te knipperen. Alles begint te knipperen en dat komt dus omdat het geen gelijke stroom geeft naar je cockpit. Ja, dit was dus de test met het zwart-gele draad wat officieel hoort. Die zit ook gewoon officieel zwart-geel zit op die plek. Nou heb ik deze niet op het zwart-gele draad aangesloten, maar op de toeter. En dan zal ik het verschil laten zien met starten. Dus omdat we hem nu op de toeter hebben aangesloten, knippert hij veel minder. Maar dan weten jullie dat het allemaal gefixt is. Ook gewoon als ik deze aanzet en ik doe mijn knipperlicht. En de andere kant op. Zie je, voor de rest doet alles het gewoon. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Verder kreeg ik ook nog de tip. Want hier hebben we natuurlijk het ontluchtingsnippel van het koelsysteem. En ja, deze is lek zoals je kan zien. Dus deze gaan we vervangen. Oh nee. Och jee. Ja. Dit is een veel kleinere nippel als dat ik verwacht had. En hoe de fuck ga ik dit nou weer doen? Ik heb het rubber heb ik gesloopt. Maar ja, hoe de fuck ga je dit ook doen? Oh, en nu? Nu zit ik hier. En ik kan niet loslaten. A few moments later. Oké, de druk wordt minder. Oh, gelukkig. Ik heb alles opgeruimd en opgedweild, om het zo te zeggen. Ik heb zelfs mijn treedplank helemaal gepoetst. En het lijkt nu zelfs alsof die veel beter eruit ziet. Veel nieuwer. Hij ziet er super schoon uit. Je ziet precies waar de koelvloes heeft gezeten en waar niet. Ik heb hier even dit kopje eraf geschroefd. En die heb ik hier op de houten plaat geschroefd. Dit is een tapsetje, zodat je schroefdraad kan tappen. Zowel in moeren als in bouten, als in weet ik veel waar allemaal. En dit is een 4x0,7 maat. En die heb ik dus hier ook ingedaan. En zoals je kan zien, zit er dus nu schroefdraad in. Dus in plaats van dat er een slangetje omheen zit of weet ik veel wat, heb ik er nou schroefdraad ingetapt. Deze die draai je als het ware gewoon letterlijk erin met dit stokje zo. Op. En daarna kan je deze eruit halen. Dan heeft hij schroefdraad. En dan kan dit hele mooie schroefje erop. En let erop dat je deze schroefjes ook niet al te strak zet. Vast is vast. Als je hem toch heel vast gaat zetten, kun je ze heel snel doordraaien. Dit zijn gevaarlijke schroefjes daarvoor. Nou dames en heren, ik heb de koelvloeistof weer bijgevuld. Zoals je ziet zijn de slangen weer helemaal vol. En hij lekt niet. Dus dat probleem is ook weer opgelost. En als het dan niet mooier kan, hebben we weer een pakketje binnengekregen. Met wat kleine onderdeeltjes. Weer voor het 180 project. Oh, kijk eens aan dames en heren. Ik heb eindelijk de weerstandjes binnen voor het knipperlicht. Deze die moeten aan deze draden komen, zodat ze gaan knipperen. Heel vaak als je deze aansluit gewoon op je stroom, dan blijven ze gewoon branden. Dus ik heb allemaal weerstandjes gehaald. Ook twee voor mijn broertjescooter. Want zijn viertak, zijn achterlichten, die hebben geen weerstanden. Waardoor ze altijd blijven branden. Ik heb ook even een nieuwe
uitlaatpakking gehaald. Deze is dan voor hier, voor in de bocht. Alleen ja, het lekt ook heel veel aan de voorkant, dus heel veel zin heeft het nog niet. Maar we hebben hem in ieder geval al wel. Ik heb ook even zwarte Elektra tape gehaald. Dat is gewoon veel mooier voor in de kabelboom. Dus alles wat is geplakt en weet ik veel wat, kunnen we mooi netjes wegwerken met zwarte Elektra tape. En voor de rest heb ik ook nog... een waterdichte stekker gehaald. Omdat we hier natuurlijk nog steeds met kroonsteentjes zitten. En dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Dus daar hebben we hierover een hele mooie stekker. En die gaan we vandaag ook eraan doen. Vervolgens heb ik ook het officiële borgclipje voor het contactslot gehaald. Dus hopelijk blijft het contact er nou wel in zitten. En ik heb natuurlijk hier al een borgring zitten. Maar dat is natuurlijk niet de officiële, de originele borgring. Dit is de originele borgring. En deze die zit ook met een extra bevestiging vast aan je stuur. Dus daar hebben we weer mooie dingetjes binnen gekregen. Voor nu gaan we de waterdichte stekker installeren. Nou, één draad is dus losgekomen van de pin. De pin is ook gebroken, dus ik kan de stekker nou niet afmaken. Dat betekent ook dat we deze niet meer kunnen starten, omdat één kabel nou natuurlijk geen contact maakt. Deze zitten ook nog niet helemaal geweldig, de rubbertjes, maar dat komt later wel. Nou, ik heb de stekker er maar weer afgetrokken. Want dat werkt niet. Volgens mij heb je hier ook speciale tang voor. Daar leg je die dingen in en dan knijpen ze in één keer goed. Nu moet ik elke keer met deze tang kloten. En op het moment dat ik ze hierin wil stoppen, gaan ze er niet helemaal lekker in. Of ze schuiven eruit. Of het draad schuift uit het clipje. Maar goed, nou, dan gaan we gewoon weer tijdelijk met een kroonsteentje vastzetten. En dan gaan we daarna lekker de kniplichten installeren. Zo, dit zit tijdelijk weer eventjes netjes. En nu maar wachten tot we weer een waterdichte stekker hebben. En dan kunnen we weer verder. Dan gaan we even een weerstandje pakken. En heel toevallig hebben deze knippenlichten al deze ingangen. Ik pak nu de knippenlichtkabel en ik zie gewoon dat er al een weerstandje aan zit. Dus deze is eigenlijk niet eens nodig. Dan gaan we deze gewoon aansluiten. Blauw op geel. En groen op zwart. En als we dan de knippenlichten erin hebben zitten, ze zitten nog niet eens vast. Dit zijn ook gewoon normale DMP knippenlichten die ik even van mijn broertje gejat heb. Maar als we dan alles hebben aangesloten, dan kunnen we dus controleren of de knippenlicht werkt. Kijk. En zo te zien werken die wel. Ze knipperen wel snel. Maar volgens mij als je je achterknippenlichten erop aansluit, dat dan... ze langzamer knipperen, dat weet ik niet zeker, maar ik heb geen achterknipperlichten. Ik heb voor nu alleen voorknipperlichten. Is toch wel iets van het project wat het gewoon weer goed doet. Dus ja, dames en heren, we hebben een poging gedaan voor de stekker dat niet is gelukt. We hebben hier al het ontluchtingsnippel hebben we mooi en netjes afgedopt. De cockpit hebben we functioneel gemaakt en we weten nu welk draad voor wat is. De knipperlichten doen het ook, dus daar ben ik ook hartstikke blij mee. In de volgende video zal dit allemaal heel netjes weggewerkt zijn. En gaan we weer verder met het bouwen van het project. Dus ik hoop dat jullie er ook ontzettend veel zin in hebben in de volgende video. Dit was het voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen, abonneren. Doe wat je zelf wil. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Take it easy en tot de volgende keer. Doei doei!